Ter ere van het 50-jarig jubileum van Story werd elke week een BNR van toen belicht. Een bijzondere ontmoeting was die met zangeres Rita Corita, destijds een van Nederland's meest geliefde artiesten. Rita stond bekend om haar positieve instelling en veelzijdigheid als allround lady entertainer. In de zomer van 1974 vervulde Story een harte wens van mevrouw Arts uit Venray door haar een exclusieve ontmoeting met Rita Corita te bezorgen in Casa Magnolia. De bungalow in Castricum waar Rita met haar echtgenoot Koen Ooms en zoon Rob woonde. Onder het genot van een lekker bakkie koffie vertelde Rita openhartig over haar leven en carrière. Haar doorbraak kwam in 1958 met het nummer Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie, geschreven door John Woodhouse, wat haar direct enorme populariteit opleverde met ruim 200.000 verkochte exemplaren. Rita's vrolijke karakter en vermogen om overal een feestje te bouwen maakten haar geliefd bij een breed publiek. Zelfs na haar 65ste levensjaar, toen ze wat gas terugnam vanwege belastingredenen, bleef ze optimistisch en lachend door het leven gaan. Ze beschreef zichzelf als een persoon die zelfs uit moeilijke situaties iets positiefs kon halen, een eigenschap die ze bij anderen vaak miste. Maar het leven bracht ook diepe dalen. In 1984 werd Rita geconfronteerd met het plotselinge verlies van haar man Koen, wat haar diep raakte. Na deze tragedie leek het leven haar weer een klap toe te dienen. Tijdens een tournee in 1987 door Californië werd het artiestenbusje waarin Rita en andere Nederlandse artiesten zaten, geschept door een vrachtwagen. Drie Nederlanders overleefden dit tragische ongeluk niet en Rita raakte zelf gewond. Dit ongeluk, bovenop het verlies van haar geliefde Koen, was voor Rita de aanleiding om afscheid te nemen van de showbiz en een andere weg in te slaan. Rita Corita's verhaal is een achtbaan van hoogtepunten en dieptepunten. Gekenmerkt door haar vastberadenheid om altijd positief te blijven, zelfs in de donkerste tijden. Haar nalatenschap als een van Nederlands meest geliefde entertainers blijft voortleven in de harten van haar fans en degenen die haar hebben gekend.